Van de Giro naar Ride for the Roses. Some say love. Kijk, allemaal blije gezichten. Is a river that drowns the tender reed. Ik zag u gisteren nog op tv in Afrika en nu weer hier. Oh, het was fantastisch in Afrika. We hebben samen met het Cruijffkoord, met de Nederlandse voetballers en met Gullit en zo, hebben wij dat Johan Cruijffkoord ingehuldigd voor de straatvoetballertjes, zoals wij groot geworden zijn. Ik ben van de nacht teruggekomen en ben direct naar het hotel gekomen. En vandaag sta ik hier. Ik had dat beloofd aan Prins Dingemans, dus mijn woord is meer als mijn handtekening. 120 kilometer? Ik ga mijn best om de 120 te halen. Hè. It's time to redefine a woman's worth where there's love. I don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl easily carry the weight of the world. At least I knew for me she'd always try. In these footsteps I will follow through till I can't take no more. Zit die heel vol? Bijna. Er zit nu, even kijken, 5 in. Het moet nog iets harder. Ja, er moet nog iets bij. Is het de eerste vandaag? Voor mijn vrouw wel, ja. Voor mij, ik heb het nog geen gehad. Het is niet eens een eigen lekker band. Nee, mijn vrouw. Dekstrootje. Is de eerste keer dat u meerijdt? Nee. Ride for the Roses hebben we meegedaan. En vorig jaar hebben we ook al een keer meegedaan. Dus, en nu de andere kant op. Dus. Valt het goed? Prima. Ja hoor. Ja, het gaat goed tot nu toe. Wel pittig, maar in een groep gaat het lekker. Rijden. Wat is er pittig aan? Ja, met de wind. Ik vind een beetje zijwind. Dus het is een lange afstand. Dus je moet je krachten goed verdelen. Het was weer hartstikke leuk.
toch hier en daar wat mensen die zongen te applaudisseren voor je. Dus dat was de moeite waard. Maar dit was vast niet de eerste keer dat u 120 kilometer reed. Nee, vorige week heb ik nog 150 in Limburg gereden. Dus twee andere koek. Maar dat is ook leuk. Ik denk dat hij daar bij het viaduct lag. Ik hoorde dat er twee dozen punaises daar op de weg waren gegooid. Maar ja, daar word ik natuurlijk niet vrolijk van, want er zijn er nog wel een stuk of 100 misschien wel die het ook hebben. Dus ja, dan kost je weer een nieuwe buitenband en een nieuwe binnenband. Was het wel leuk? Ja, het is wel leuk. Ja. Het was goed, maar wel afzien. Echt zo. Was je kwijt? Was het ook leuk? Geweldig. Volgend jaar weer.